Goedemorgen iedereen. Welkom bij weer een nieuwe video. Het is vandaag geen idee eigenlijk welke dag het is. Geen idee. Maar alleszins, ik ga vertrekken naar kantoor. Het is mooi weer, maar ik heb toch een lange broek aangedaan. Ik weet niet waarom, maar ik had gewoon even geen goesting in een kleedje. Mijn broek is van Naked. Dat is zo'n iets gekledere met brede pijpen. Mijn t-shirtje is van Lovies. En ik heb mijn Nike Air Force Ones aan. Maar ja, ik vertrek naar kantoor vandaag. Het is ondertussen 1 uur en we zijn klaar op kantoor. Ik ga het gordijntje hier omlaag doen. Alles is gedaan voor vandaag. Maar dat wil niet zeggen dat het werk al gedaan is. Ik ga nu vertrekken, van hieruit rechtstreeks naar mijn ouders rijden. Want ik heb gevraagd als mijn zus foto's van mij kan maken. Ik moet een heel groot deel voor een Naked opdracht shooten. Dus dat staat vandaag op de planning. Dan zal ik ook nog wel een andere opdracht moeten shooten voor Coca. En die foto's bewerken, dus ik hoop dat dat gaat lukken. De zon schijnt mooi, dus ik denk het wel. En dan heb ik ook nog wel monteerwerk. Plus voor High Hearted moeten nog dingen op kaartjes en zo gestoken worden. Dus dat ga ik ook nog proberen te doen vandaag. Maar we zullen zien. Eerst deel van de werkdag zit er al op. Bye bye. Oké, ik had afgesproken met mijn schwester om foto's te maken voor mijn Naked. Maar madame zit in de kringloopwinkel. En blijkbaar gaat dat nog even duren. En ik heb geen tijd om hier gewoon maar te zitten. Niks doen even, dus ik ga zelf mijn foto's maken met een statief. Normaal moet dat hier nog liggen van mij van vroeger op school, dus ik heb gevraagd waar dat statief is en dan kan ik hopelijk hier zelf wat foto's maken. Dat is dan de oplossing. Ik ben een wafeltje aan het eten die mama heeft gebakken. Echt wel lekker. Even getest om foto's te maken zelf. Maar dat statief heeft geen statiefplaatje niet meer, dus daar kom ik niet ver mee, want mijn camera blijft er niet op staan dan. En het lukt niet. Dus ik heb nergens gewoon iets aan mijn camera op te zetten. Ik denk dat dat thuis beter gaat gaan. Dan moet ik wel binnen shooten. En dan is mijn plan voor buiten shooten van de baan niet veegt, maar ik ga dat dan maar doen. Anders gaat het niet lukken. Hè. Dus ik ga terug naar huis. Oscar? Ah, hier zijt jij. Wilt jij me foto's maken anders? Hè? Wilt jij me foto's maken? Nee? Oké, toch bedankt. Ondertussen is het 3 uur, denk ik. Dit is de aftermath. Dit mag ik allemaal opruimen s'avonds. Als ik er nog goesting in ga hebben, dat weet ik niet. Maar, oei, wat is daar? Oei, een wesp die dood is of zo, een bij. Oei, dat ga ik buiten gooien, een vriend. Zo. Dus als ik nog goesting heb, ga ik dat nog doen. Maar het is 2:50 trouwens. Ik ga eerst middageten. Ik heb nog geen middag gegeten en ik heb ongelooflijk veel honger. Dus ik denk dat ik toast avocado ga maken. Hier is nog trouwens een deel van de aftermath wat ik zelfs mag opruimen. Oké, dit wordt mijn lunch. Mijn avocado was op. Dus ik heb 2 glutenvrije toasten met tomaat, basilicum, basilico crème, of hoe noemt dat, balsamico crème, zout, peper. En ik had nog 2 hardgekookte eikens van Bikini Body by Jill. Dus die ga ik ook nog opeten. Ik heb thee. Ik heb mijn water. Dit moet ik vandaag nog leeg drinken. En ondertussen ga ik een beetje editen op mijn computer. Ondertussen ben ik mijn foto's aan het bewerken in Lightroom. En ik had 396 foto's. 396, hè? Dus ik heb er nu... Ik weet het niet. Ik heb een selectie gemaakt. Een eerste selectie. Daar gaan er nog van weg, hoor. Ik zal eens kijken hoeveel ik er heb. Ik heb er nu nog 71 over. Dus dat is vrij oké. Ik ben wel blij dat ik er zoveel heb nog. Dus dat betekent dat het toch nog oké is gegaan. Dus die ga ik nu allemaal bewerken. We zijn ondertussen 5 uur en ik ga wat High Hearted juweeltjes doen. Dit is maar een kleine hoeveelheid van een lading, maar zoals dit juweeltje is terug in stok. Deze zijn nieuw, die komen waarschijnlijk volgende week. Armbandjes, super cute. Ook in het rood. En dan nieuwe oorbelletjes hebben we... ik ga er een proberen pakken. Hebben we ook, die zien er zo uit. Ook weer super cute. Ik ga hiermee beginnen, maar er ligt nog een hele hoop op mij te wachten. Ik ben aan de laatste lading bezig. Het is ondertussen 5:15. Dus ik ben 1 uur en een kwartier bezig geweest en nu begin ik echt nekpijn en rugpijn te krijgen van boven door heel de tijd zo gebukt te zitten en aan die dingetjes bezig te zijn. Maar dat was werk, wat ik eigenlijk tussendoor ging doen de komende 4-5 dagen of zo, tot na het verlengd weekend. Want dan gaat die nieuwe collectie pas online. Dus ik heb het al allemaal gedaan, dus daar ben ik wel super blij mee. En nu heb ik nog even gekeken welke juweeltjes ik voor mezelf ook ga houden. Ik heb zo'n oorbelletje. Dit oorbelletje, dat is met een blauw steentje, maar dat gaat vallen. Ja, zo ziet je het wel een beetje. Dan heb ik dit kettingje voor mezelf. Dit kettingje met een engeltje, echt super cute. Deze vond ik ook echt heel mooi. Die twee bijvoorbeeld samen zou wel super cute zijn. Deze heeft een hartje. Dan heb ik dit armbandje gehouden, is zo zwart met gouden bedeltjes. En ik weet niet of jullie dat zien, daar staan ook zo kleine sterretjes in. En dit armbandje heb ik ook nog voor mezelf gehouden. Want of course, het is ons eigen merk, High Hearted. Dus het is ook wel belangrijk dat we zelf onze eigen juweeltjes dragen. Ik meng dat natuurlijk ook wel, bijvoorbeeld met... Hier heb ik een kettingje van Verder en Verder. Een kettingje heb ik van Niels gekregen. En deze is van High Hearted. En dan mijn oorbelletjes zijn wel allemaal High Hearted. Dus ik meng ook wel natuurlijk. Maar ik probeer toch altijd iets van mijn eigen merk aan te hebben. Gewoon, dat is leuk. Omdat dat van ons eigen is. En als mensen dan vragen, oh van waar is dat? Is dat natuurlijk ook altijd wel fijn om te kunnen zeggen van, ah dat is van High Hearted, van zijn eigen merk. Dus daarom. Een leuk muziekje opzetten. Hey Google, speel muziek op Spotify. Ik speel wat muziek af op Spotify. Thank you. Alles is leeg. Het laatste stuk wat ik nog moet opruimen. Maar Muffin ligt er zo zielig op. Allee, zielig. Zo schattig en goed te chillen. En dat voelt zo kei warm onder haar. Dus als je je zout gaat verplaatsen, dan zal ik dat nog komen opruimen. Oké, 6:30 en ik ga hier stoppen met werken. Ik ga nog een wasje draaien. Ik ga een beetje afwassen. Dan ga ik pasta maken, denk ik, om te eten. En chillen in mijn zetel met mijn katjes. Morgen ga ik weer naar Niels, dus vandaag ben ik bij de katjes. En dan ga ik er extra van genieten. Hopelijk vonden jullie deze video leuk, dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En ik zie jullie snel weer. Dag iedereen!